De ondernemers uit de Oosterstraat blijven zich verzetten tegen de aanleg van een dubbelspoor voor de tram door de Oosterstraat. De winkeliers zien in het stukje enkelspoor voor de Grote Markt geen handreiking van de gemeente, maar slechts een sigaar uit eigen doos. Volgens de ondernemers was een dubbele baan daar technisch gezien onmogelijk. Dit vanwege de nieuwe gevelwand van de oostzijde van de Grote Markt. Nog steeds zijn we tegen dit plan vanwege het dubbele spoor in de Oosterstraat. En het feit dat ze naar onze argumenten hebben willen luisteren, dat stuk strengelspoor wat hier komt, dat is een sigaar uit eigen doos. Omdat het een stuk noodzakelijkheid is vanwege het forum wat hier komt. Het voorstel dat er nu ligt moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. We gaan actie voeren, we gaan in ieder geval de raad te proberen van te overtuigen dat het plan niet goed is. En we gaan er proberen alles aan te doen om te voorkomen dat hier dat dubbele spoor komt. Nogmaals, een enkel spoor hebben we geen enkel probleem mee. Het gaat om dat we tegen het dubbele spoor zijn in de Oosterstraat. De ondernemers in de Oosterstraat blijven zich verzetten. We zullen echt alle strohalmen aangrijpen om ervoor te zorgen dat het plan niet doorgaat. Ook de wijkraad van Zelwert heeft grote problemen met de plannen. De plannen stuiten natuurlijk op het nodige verzet in de wijk Zelwert. Als je SEC alleen de lijn aanlegt en je besteedt geen aandacht aan de problemen die dat oproept op de Eikelaan, nu al een levensgevaarlijke verkeersader. Als je lukraak zomaar even een aantal portiekwoningen sloopt en als je daarnaast ook alleen nog maar een aantal parkeerplaatsen weghaalt, zadel je de wijk eigenlijk alleen maar op met een aantal extra problemen en daar zitten we niet op te wachten. Ook de wijkraad gaat zich roeren. Wij zullen op alle plaatsen waar dat kan onze ideeën daarover ventileren. En dat steeds heel gericht doen met de bewoners die het ook aangaat. Dus bewoners rondom de Eikelaan met name, rondom de flatgebouwen die afgebroken worden en rondom ook de woningen waar de parkeerplaatsen verdwijnen. De gemeente heeft een afspraak gemaakt met de wijkorganisaties. Dit is natuurlijk een prachtige testcase voor het nieuw lokaal akkoord, voor het convenant wat we gesloten hebben met de gemeente. In een wijk gebeurt niets zonder dat er uitgebreid gesproken is met de bewoners en de wijkraden van zo'n wijk. En wij verwachten van de gemeente dat intensieve overleg en een oplossing voor de problemen zoals eerder aangekaart.